De PvdA voelt nog steeds niks voor het bombarderen van IS in Syrië. Diederik Samsom vindt dat bommen geen zin hebben zonder een plan voor de toekomst van het land. En heeft bombarderen zonder grondtroepen wel zin? Verder in het nieuws vandaag. Minder bacteriën in supermarktkip. Zal ik het gewoon kort houden? Gewoon een beetje elektronisch. Daar hou ik gewoon een beetje van. Goedenavond. De Amerikanen willen het graag. De VVD voelt er ook wel wat voor. Maar voor de PvdA is het nog steeds een stap te ver. Nederlandse bombardementen op IS in Syrië. Zolang er geen plan is voor de toekomst van Syrië, als IS eenmaal is verslagen, is dat geen goed idee. Dat zei PvdA-leider Samsom in het radioprogramma Kamerbreed. Nu niet. Want we hebben altijd gezegd, kijk, als wij nu zouden besluiten dat er morgen geen steen meer op de andere staat in Raqqa, dan is dat vannacht geregeld. Zoveel bommen hebben we wel met elkaar en met de gehele coalitie. En dan is de belangrijkste vraag die daarna komt. Wat dan? Dus je moet, om een oorlog tot een oplossing te brengen, moet je meer doen dan alleen bommen gooien. Terrorisme is nog lang niet verslagen en het gebrek aan bommen is daar geen reden voor. Die hebben we genoeg. Ja, Nederland discussieert dus of ze IS ook in Syrië moeten bombarderen. Maar tegelijkertijd is er de vraag hoe zinvol het is om alleen te bombarderen. In Sinjar in Noord-Irak bleek dat alleen een combinatie van luchtsteun en grondtroepen IS kan verdrijven. Correspondent Sander van Hoorn was daar vandaag en hij is nu in de Koerdische stad Erbil. Sander, wat voor indruk had jij van Sinjar? Dat er bijna geen steen meer op de andere staat. 70% van de huizen, zeggen de Yazidis zelf, is aangetast. Sommige straten zijn zelfs helemaal weg. Een stad waar heel zwaar om gevochten is. Bombardementen uit de lucht, beschietingen door de grondtroepen, de Koerdische grondtroepen. En dat zijn eigenlijk de enige die je er op dit moment ziet. Bewoners, die zijn er nog niet teruggekeerd. Al was het maar omdat IS nu op 2 kilometer afstand zit. Nog altijd veel te dichtbij, vinden veel bewoners. IS trouwens, die vlaggen, die zie je ook nog op heel veel gebouwen. Soms zijn ze weggehaald. En wat je vooral ook ziet, is hoe goed IS was voorbereid op die strijd. Hoe ze zich ingegraven hadden. En dat zag ik toen ik met een leider van de Yazidis door het dorp liep. Die toevalligerwijs ook nog een commandant is in het Koerdische leger. روسیه چاردونیف طلقت عبید نه پیشمرگه اشوی موقعی اوه پیشمرگه بری شنگار رزگار بی سری بی بلندایا هبون Een verwoestende combinatie van bommen en grondtroepen bleek uiteindelijk nodig om IS te verdrijven. Vooral lastig waren de tunnels. Light, you have light? Wat het binnen? Jilkidwan, Avidwan, Dermanidwan. Buitengewoon doordacht en buitengewoon lastig te bestrijden. Je hoort straaljagers in de lucht. Maar tot nu toe hebben we dus elke keer gezien dat als je met bombardementen en grondtroepen een gebied weet terug te veroveren, ja, is dit wat je overhoudt. Toch zeggen de mensen dus ook hier in Sinjar, doe het maar. Want het is de enige manier waarop je Daesh, waarop je IS kunt verdrijven. Het probleem is dat de strijd in Sinjar natuurlijk relatief eenvoudig was. Alle burgers waren gevlucht, gedood of weggevoerd als seksslaaf. In een stad als Mosul wonen bijvoorbeeld nog 2 miljoen mensen. Zie dan maar eens te bombarderen zonder burgerslachtoffers te maken.
Ja, Sander, nog even terug naar jou. Zonder grondtroepen kan het dus niet, hè? Maar wie zou die troepen moeten leveren? Ja, dat is de grote vraag die ons al 4,5 jaar bezighoudt, bijna 5 jaar. Hier in Irak bijvoorbeeld, de Koerden, kunnen we goed mee samenwerken. Zag je in Sinjar. Maar het Iraakse leger is er eigenlijk nog niet klaar voor. Dan heb je Sjiïtische milities, maar ja, dat stuit weer op weerstand. Dus in Irak wordt het al moeilijk. In Syrië, waar de PvdA het over had, ja, dan wordt het zo mogelijk nog moeilijker. Want daar heb je eigenlijk alleen maar de Koerden waar je mee kunt samenwerken. Maar ja, die Koerden, die ziet Turkije weer niet zitten. Dus iedereen heeft allemaal deelbelangen. Om die te verenigen, dat lukt maar niet. En in Irak lukt het misschien nog een beetje. In Syrië lijkt dat tot nu toe bijna onmogelijk. Sander, dank je wel. De man en de vrouw die het bloedbad in Californië hebben aangericht, waren aanhangers van Islamitische Staat. Dat zegt althans de terreurorganisatie op zijn eigen radiozender. Maar of IS ook betrokken is geweest bij de aanslag, is twijfelachtig. Daarover zegt het radiobericht niets. حيث هاجم اثنان من انصار الدولة الاسلامية قبل عدة ايام مركزا في مدينة سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا الامريكية. مما تسبب بمقتلهما. نسأل الله أن يتقبلهما في الشهداء. President Obama heeft de Amerikanen opgeroepen om niet te buigen voor terreur. We are Americans. We will uphold our values in our free and open society. We are strong and we are resilient and we will not be terrorized. Na de aanslag in San Bernardino, waarbij de daders 14 mensen doodschoten, is de discussie over wapenbezit weer opgeleid. People on the no-fly list can walk into a store and buy a gun. That's insane. If you're too dangerous to board a plane, you're too dangerous by definition to buy a gun. President Obama krijgt bijval van een van de grootste kranten van Amerika, de New York Times. Voor het eerst sinds 1920 zet de krant een hoofdredactioneel commentaar op de voorpagina. Het is een morele misdaad en een nationale schande dat burgers legaal wapens kunnen kopen die zijn gemaakt om mensen te doden met meedogenloze snelheid en precisie. En dan was er nog de ophef over andere media, de televisiezenders. Die deden live verslag vanuit de huiskamer van de daders. Schaamteloze sensatiezucht, vinden veel andere media. Een van de zenders heeft excuses aangeboden. Uw energierekening voor volgend jaar valt hoger uit. Gemiddeld ongeveer €20. Komt door een belasting op het ondergrondse gas-, water- en elektriciteitsnet. En steeds meer gemeenten moet je die betalen. In de Hoekse Waard krijgen 30.000 mensen hun elektriciteit via dit verdeelstation in Klaaswaal. Ook hier wordt vanaf 1 januari elke meter ondergrondse kabel en leiding belast, financieel. Hier in de kelder van het verdeelstation verdwijnen de verschillende elektriciteitskabels onder de grond om verderop het hele gebied van stroom te voorzien. Alleen al in de Hoekse Waard gaat het om 1640 kilometer aan elektriciteitskabels en gasleidingen. De netbeheerder, hier is dat Stedin, betaalt €2,50 per meter. En dat leveren de 5 gemeenten in de Hoekse Waard ruim €4 miljoen per jaar op. Als we terugkijken naar de afgelopen 7 magere jaren, waarbij ook de uitkering vanuit het gemeentefonds naar de gemeenten behoorlijk is afgenomen, dan hebben we dat geld zeker nodig om de bedrijfsvoering op orde te houden. Uiteindelijk betaalt de klant de rekening, want Stedin is verplicht die extra heffing door te berekenen aan de afnemers. Waarom maakt u zich daar druk om? Omdat het helemaal niks te maken heeft met het beheer en onderhoud van onze netten. Het is gewoon een kostenverhogende factor. En het voegt niks toe aan ons net. We doen er niet meer investeringen door, het net wordt er niet beter door, het is gewoon puur belasting. Over de groeiende inkomstenbron is veel discussie, ook in de politiek. Er is ook een motie aangenomen in de Tweede Kamer om hier een einde aan te maken. En ik denk dat een heleboel gemeentes hier nog even van willen profiteren. Het feitelijke recht van gemeenten om zelfstandig bepaalde vormen van belasting te kunnen heffen, dat kan je niet zomaar ineens veranderen. Toch wil de Tweede Kamer snel van deze belasting af en heeft minister Plasterk onlangs gevraagd daar haast mee te maken. Goed nieuws nu over kip in de supermarkt. Er zitten steeds minder bacteriën in die ongevoelig zijn voor antibiotica. Van die bacteriën kan je flink ziek worden en antibiotica helpen dan dus niet. Onderzoekers van het Amphia ziekenhuis in Breda deden een test met kipfilet.
De wetenschappers kochten kip in 4 verschillende supermarkten. Hun onderzoek leidde tot opvallende resultaten vergeleken met eerdere jaren. Dit jaar zien we dus voor het eerst dat het sterk is afgenomen. In vergelijking met 2009 en 2014 is de besmettingsgraad nu ongeveer gehalveerd. Zieke kippen krijgen antibiotica. Hun niet-zieke stalgenoten ook, om te voorkomen dat ze ziek worden. Sommige bacteriën zijn ongevoelig voor de antibiotica en blijven leven. En die resistente bacteriën delen zich, waardoor het er steeds meer worden. Na de slacht zitten ze nog steeds op het vlees dat in de supermarkt ligt. De resistente bacteriën die zitten vaak in dit soort kippenvlees. En dat kan gevaarlijk zijn, want als je er ziek van wordt, dan is die ziekte moeilijk te bestrijden omdat de bacteriën ongevoelig zijn voor antibiotica. Oudere mensen, hele jonge kinderen en chronisch zieken, de kwetsbare groepen, die lopen extra risico. Wij hebben dit onderzoek gedaan omdat we zagen dat er ontzettende daling was van het gebruik van antibiotica in de veehouderij. We waren benieuwd wat er in het vlees gevonden werd. Als je dan ziet dat het daar ook veel minder is, ja, dan lijkt de conclusie voor de hand te liggen dat die daling van het gebruik ook leidt tot minder resistente bacteriën in het vlees. Goed nieuws dat er zoveel minder van die bacteriën in vlees zitten. Maar niet alle supermarkten doen het even goed. En dan moet u denken dat degene die het het beste doet ongeveer 1/4 besmetting heeft, terwijl degene die het nu het slechtste doet 75% besmetting heeft. Kluitmans wil niet zeggen welke supermarkt het goed doet of juist slecht. Daarvoor zou het onderzoek te veel een momentopname zijn. Maar dat ze allemaal minder vlees verkopen met resistente bacteriën dan een paar jaar geleden, dat staat vast. Ja, en hoeveel mensen dragen deze bacterie nou bij zich? Nederland doet het relatief goed. Bij ons gaat het om 6 van de 100 patiënten in het ziekenhuis. In België, Frankrijk en Duitsland zijn het er al iets meer. Daar gaat het om 10 van de 100. In de zuidelijke vakantielanden is de situatie erger. In Griekenland draagt 1/5 van de patiënten de resistente bacterie bij zich. En in Italië gaat het zelfs om bijna 1/3. Wie daar dus op vakantie gaat, loopt een behoorlijke kans om zo'n bacterie binnen te krijgen. En daarom wil minister Schippers antibiotica-resistentie aanpakken als Nederland het komende half jaar voorzitter is van de Europese Unie. En is er nog meer voedselnieuws. Bedrijven die de voedselveiligheid in gevaar brengen, kunnen straks rekenen op hoge boetes. Het kan gaan om 10% van een jaaromzet zonder maximum. Het kabinet wil de hogere boetes in juni laten ingaan. Aanleiding voor de maatregel is het paardenvleesschandaal. De Wereld Draait Door sluit per direct de deuren van een pop-up restaurant in Amsterdam. Het restaurant zou 3 weken lang gerechten serveren van chefkok Robert Kranenborg. Maar de recensies waren vernietigend en de gasten krijgen nu hun geld terug. En hij heeft een mooi sportjaar achter de rug. Formule 1-coureur Max Verstappen. En dat sluit hij ook nog eens af met 3 prijzen op het gala van de Autosportbond. Hij is talent van het jaar met de mooiste inhaalactie en de beste persoonlijkheid. En vorig jaar kreeg Verstappen ook al de trofee voor de mooiste inhaalactie. Dat was in de Formule 3-race. Ja, morgen dan zijn de verkiezingen in Frankrijk, minder dan een maand na de aanslagen in Parijs. Het zijn regionale verkiezingen, maar door de aanslagen en ook de migrantenkwestie hebben ze een landelijk karakter. In de peilingen doet Front National het goed. Ook partijvoorzitter Marine Le Pen doet mee aan de verkiezingen. Ze is lijsttrekker in het noorden en dan maakt ze grote kans om te winnen. Er staat veel op het spel voor het Front National. Achter de stickers van haar tegenstanders het gelaat van de lijsttrekker Marine Le Pen, koploper in de peilingen. Als zij hier wint is het een belangrijke opsteker voor haar. Een generale repetitie zou je kunnen zeggen voor de presidentsverkiezingen van 2017. En dus een belangrijke graadmeter voor de partij die nog nooit een regio in handen wist te krijgen. On vote le Front National parce que les politiques françaises, que ce soit de droite ou de gauche, n'ont rien fait depuis les 20 dernières années. Moi personnellement, ça me fait peur parce que quand je vois les projets qu'ils ont pour l'avenir de la France, je me dis qu'on va se retrouver complètement cloisonné. Inzet morgen is het regionale bestuur. Politiek gezien niet erg machtig. Het gaat dus om de symboliek. Nooit eerder gaf de regionale krant La Voix du Nord, de stem van het noorden, een advies aan de kiezers. Maar nu wel, tegen Le Pen. On voyait arriver dans les sondages une victoire quasi inéluctable de Marine Le Pen.
Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas le laisser faire naturellement, comme si ça allait de soi. De hoofdrolspeler bijt van zich af. Je l'appelle la voix de la Corée du Nord maintenant. Na de terreuraanslagen steeg het Front National in de peilingen. Maar ook de migrantenkwestie speelt een belangrijke rol. Zeker in deze regio, waar ook Calais onder valt en waar de werkloosheid hoog is. Ça c'était déjà un problème. Et en plus, on apprend que l'État islamique se sert de ces flux de migrants pour venir amener ici des soldats qui viennent assassiner nos enfants. Donc il faut arrêter cette folie tout de suite. En dus moet een zege van het Front National een nieuw politiek élan brengen. La capacité de démontrer que on peut changer les choses, voilà, que voir autrement, une autre vision, une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique. Het enige wat haar partij nu kan doen, ils ont pas touché aux autres, ils ont touché qu'à Marine, hein. Is afwachten of de uitslag brengt wat de peilingen voorspellen. C'est bon, c'est fait. Ja, dat weten we morgenavond om 8:00. Dan worden de eerste uitslagen verwacht. Volgende week zondag is dan de tweede ronde, tenzij één partij morgen al de meerderheid haalt. Misschien zijn ze al langs geweest of misschien komen ze zo. Sinterklaas met zijn pieten en natuurlijk heel veel cadeaus. De toppers van het jaar volgens Detailhandel Nederland zijn allerlei soorten Lego, de boomhut van Playmobil en het spel Schetenjacht. De Sint gaf zo'n 530 miljoen euro uit aan snoep en cadeautjes. Sinterklaas kijkt echt niet op de centen dit jaar. Nee, die is lekker aan het spenderen. Gelukkig maar, want goedkoop zijn de wensen van de allerkleinste niet. Wat ik het allerliefste wil, dat is echt mijn eigen tablet. En hij is niet de enige die nu al klaar is voor de nieuwste elektronische hebben dingetjes. Tablet is zo'n vierkant of rechthoek ding. En dan kan je spelletjes op downloaden en spelletjes doen. Zou ik het gewoon kort houden, gewoon een beetje elektronisch? Daar hou ik gewoon een beetje van. Dat is een beetje waar ik van hou. Dan heb je zo'n afstandsbediening daarvoor. En dan kan je zelf het knopje drukken en dan gaat hij racen. Ook drones en ander bestuurbaar speelgoed. Ze willen het allemaal hebben. De kinderen kijken allemaal YouTube en dan zien ze het en dan willen ze het zelf ook. Zo zijn er ook hypes ontstaan rond de populaire kinderfilms Minions, Star Wars en Frozen. De films zijn zo populair dat de spullen niet zijn aan te slepen. Een goudmijn voor de fabrikant. We zien dus uiteindelijk zo'n hele marketingmachine op gang komen van we gaan dit brengen, we gaan dat brengen. Haar handschoen waarmee ze sneeuw kan schieten, gaan we uitbrengen. Een monopolievariant gaan we uitbrengen. Gewoon puur om aan die vraag op dat moment te voldoen. Ondanks dit soort hypes en alle nieuwste technische snufjes blijft het ouderwetse bordspel bovenaan veel verlanglijstjes staan. Dit jaar eigenlijk helemaal alle bordspellen die zien toch weer echt een hele grote vogelvlucht nemen. En ook over het populairste speelgoed zijn kinderen in Nederland het al jaren eens. Wat vind je het allerleukste wat je hier hebt gezien? Lego. Het is een speelgoed van de Duplo. Heb je al meer Duplo thuis? Ja. Ja, het was niet makkelijk, maar ze zijn er vast blij mee. Dat denk ik ook. Ja, Gerrit, wat voor weer krijgt Sinterklaas vanavond? Nou, vooral in het westen van het land is er veel wind, dus daar heeft hij het lastig. In het binnenland staat er wat minder wind. Je zou het niet zeggen, want zo begon de dag vandaag. Prachtige zonsopkomst. Heel veel foto's binnen gehad van heel veel mensen die dat gezien hebben. Maar zo, dit was trouwens in Drenthe, maar zo zag het er in het westen van het land uit. Dit was in Egmond aan Zee echt een harde wind, stormachtige wind zelfs. En het zand dat waaide over het strand. En ja, het was oogjes knijpen om te voorkomen dat het allemaal in de ogen terecht kwam. De oorzaak zien we hier, een groot lage drukgebied tussen IJsland en tussen IJsland en Scandinavië. En hier ontstaat er weer een nieuwe. En u ziet die lijntjes dicht bij elkaar. Betekent dat er een heel groot gebied veel wind staat. Ook veel regen trouwens. Overstromingen in Ierland en Groot-Brittannië. En als we even kijken hoe het verder gaat. Dan zien we hier het regengebied overtrekken. Opnieuw richting Scandinavië. Daar valt veel regen. Maar wij liggen een beetje buiten de vuurlinie. Dus dat betekent dat het bij ons op de meeste plaatsen droog zal blijven. Hoewel er morgen wel af en toe wat regen kan vallen. Het zal wel geleidelijk wat droger worden, maar er komt weer een nieuwe portie zachte lucht aan. Dus voorlopig blijven de temperaturen hoog. We gaan eens even kijken hoe het er nu uitziet. In ieder geval zit er al wat regen dichtbij, net ten noorden van ons. Het kan zijn dat er op de Wadden al een klein beetje regen valt op dit moment. Wat een beetje motregen of zoiets. Dat kan ook later vannacht gebeuren. Voor de rest blijft het droog. De wind die blijft flink doorstaan, vooral hier in het noordwesten en in het noorden van het land. Windkracht 8 kan daar voorkomen, ook zware windstoten.
In de rest van het land is natuurlijk wat minder wind en de temperatuur zakt naar zo'n 6 graden in het binnenland, 5 graden misschien nog net in Limburg en 8 graden dicht bij zee. Dan morgen, dan begint de dag bewolkt. In de ochtend al wat regen in het westen en in het noorden van het land. Dat is lichte regen op zich. In de loop van de dag zal dat zich wat gaan uitbreiden richting het binnenland. En die opklaringen, enkele opklaring, die zal ook in Maastricht gaan verdwijnen. Zacht met temperaturen van 10 tot 12 graden en de wind zal in de loop van de dag duidelijk gaan afnemen. Daarna dan hebben we heel redelijk weer. Maandag is het op de meeste plaatsen droog. Dinsdag later op de dag waarschijnlijk wat regen, maar daarna blijft het ook grotendeels droog. Wel iets lagere temperaturen. Het belangrijkste nieuws van dit NOS-journaal. De PvdA wil nog altijd niet bombarderen in Syrië. En straks een nieuwsuur. Nederland stoot te veel stikstofdioxide uit omdat autofabrikanten sjoemelen met hun auto's. Dat allemaal om 10 uur op NPO 2. Voor nu wens ik u een heel mooie Sinterklaasavond.